Burgemeester Peter den Oudste ergert zich aan het afplakken van de posters van pakkenmaker Suit Supply. Op de poster staan twee zoenende mannen. Bij Kardingen werd de poster afgeplakt met gele tape. En ook online zorgde de poster voor de nodige discussie. Op het moment dat de campagne van Suit Supply van start ging, ontvolgden 12.000 mensen het merk al op sociale media zoals Instagram. Den Oudste vindt de ophef on-Gronings. Ik erg me wild aan zo'n actie. Ik vind het totaal geen pas geven. Het is natuurlijk een opvallende campagne. Het leidt ook denk ik wel tot discussie hier en daar. Maar het past helemaal niet bij onze stad om daar zo op te reageren. Wij zijn tolerant. Wij hebben een uitstekende contacten met de gemeenschappen. En we vinden ook dat iedereen hier vrij uit moet kunnen leven. Wat voor seksuele voorkeur, godsdienst of anderszins ook de verschillen zijn. Dit past niet bij ons. Hij hoopt dat de daders gepakt worden. Ik hoop dat ze in de kraag gegrepen worden. Maar de kans erop is natuurlijk niet zo heel erg groot. Proberen om hier een atmosfeer te creëren waarop daders zeggen van nou, dit lijkt ons niet een verstandige actie. Maar we moeten maar eens kijken hoe dat gaat.